Hoi, welkom bij mijnkerk.nl. Mijn naam is Otto Grevink. We zijn hier op bezoek bij Monsieur de Korte, bisschop van Den Bosch sinds 2 jaar. Wij hebben de afgelopen 2 maanden filmpjes laten zien die we hier opgenomen hebben in Den Bosch. En dan kan een bezoek aan u natuurlijk niet uitblijven. En mijn vraag eigenlijk aan u zou zijn, u heeft bij uw kennismaking aangegeven dat u ziet dat heel veel mensen twijfelen aan Gods betrokkenheid bij deze wereld en hun eigen leven. Ja. Ze het moeilijk vinden om daar woorden voor te vinden, dus dan maar vooral goede dingen gaan doen. Terwijl u zegt, ja, ik zou heel graag met die mensen willen werken aan hun relatie met God. Hoe kunt u dat doen? Wat heeft u dan voor ogen? Nee, wat u zegt, kan ik herkennen. We praten veel over de kerkcrisis. Hè? De getallen worden allemaal minder. Maar onder die kerkcrisis zit een vraag naar God. Dat voor heel veel mensen de werkelijkheid waarin we leven, deze wereld, maar een hele beperkte verwijzende kracht heeft naar God zelf. En dat dus in die zin het leven voor heel veel mensen geneutraliseerd wordt. En je zou hopen dat mensen wat dat betreft een grotere gevoeligheid krijgen om in de gewone dingen van het alledaagse leven een verwijzing naar God te zien. Wat Ignatius van Loyola noemt, de stichter van de Jezuïetenorde, God vinden in alle dingen. Hij heeft zelfs het voorbeeld, een heel concreet voorbeeld, gewoon met toewijding. De was van het klooster strijken, dat is al ook een teken van heiligheid en van verbondenheid met God. Maar hoe kunt u voor uzelf ook die verwijzing al voelen als u ziet dat de wereld zo geneutraliseerd is dat je die verwijzing eigenlijk nauwelijks meer ziet? Wat moeten mensen dan doen? Met wat voor ogen moet je dan kijken? Ja, kijk, voor mij als gelovig, als christen, heeft dat te maken met de persoon van Jezus. En alles wat met zijn evangelie spoort, kan ik ook verbinden met de actualiteit. Ik denk dat voor heel veel mensen die geen christen zijn, het erop aankomt dat ze zich kunnen verwonderen. Dus dat het leven niet vanzelfsprekend is. Als je denkt dat alles maar zo vanzelfsprekend is, en er is dus geen notie van verwondering, dan zal het ook heel moeilijk zijn om überhaupt religieuze gevoelens te hebben. Dus het gaat erom, kunnen we mensen helpen om juist iets van in het gewone ook het wonderlijke te zien. Bijvoorbeeld de geboorte van een kind. Ik hoor nog steeds dat voor heel veel mensen dat er nog steeds ook iets van een verwijzende kracht heeft. Toch dat unieke van dat nieuwe leven wat ze dan letterlijk krijgen. Ja. Dat dan, dus er zijn wel momenten, of mensen die een bepaalde natuurervaring hebben. Maar dat zijn in ieder geval momenten van verwondering. En die kunnen dan ook helpen om uiteindelijk op het spoor van God te komen. Dus je wilt eigenlijk mensen helpen om zich weer te verwonderen. Om die verwondering eigenlijk weer terug in het publieke domein te krijgen. Zeker. En ik heb de indruk dat dat ook nu bij bepaalde seculiere schrijvers gebeurt. Dat ze zeggen, ja, we hebben 2018, 50 jaar 1968, symbooljaar voor emancipatie, zelfontplooiing, maar ook het afstand doen van het christelijk geloof en de christelijke cultuur. Dat nu weer mensen zeggen, ook bepaalde schrijvers, van hebben we misschien niet te veel en te snel dingen weggedaan van het christelijk geloof. Alleen al de rijkdom van de verhalen van de Bijbel, die zo cultuurvormend zijn en ook kunnen helpen bij het nadenken over goed en kwaad, dat echt ook van betekenis is voor de samenleving van vandaag. Dus je roept mensen op om zich te verwonderen en u probeert die verwondering ook weer te wekken, hier in de stad en in het bisdom. Dat is mijn opdracht zo, ja. Ik wens u daar van harte veel zegen bij toe. Dank u wel. En ik hoop dat hier de binnenstad die hier zo mooi aan uw voeten ligt, dat die ook, dat die daar ook door opgewekt wordt. Dank u wel. Dat zou hartstikke mooi zijn. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tot ziens. Ja.